De Pieterskerk in Leiden is de afgelopen jaren ingrijpend gerestaureerd. Dat was hard nodig, er was veel lekkage. De balken waren door een boktorrenplaag proos en kwetsbaar geworden en de ramen slecht geïsoleerd tegen de winterkou. Ook is de kerk eigentijdse gemaakt door een innovatieve vloerverwarming en zijn alle storende elementen zoals stopcontacten en leidingen intelligent weggewerkt. Kortom, de kerk is weer klaar voor gebruik. Het project Ramen met Name is begonnen in 2001 als een onderdeel van fondswerving voor de restauratie van de Leidse Pieterskerk. Eeuwenlang had de Pieterskerk naast een religieuze functie ook een sociale functie in het dagelijks leven. Kinderen knikkerden in de kerk, honden deden een plas tegen de pilaren, de doodgraver groef een nieuw graf. Hoog tegen de wanden en de pijlers van de kerk hingen de wapenborden van de aanzienlijke families. Rijk versierd met kostbaar beeldhouwwerk en verguldsel. Deze borden bevestigden de status van deze families en lieten hun namen niet vergeten. De vloer van de Pieterskerk is belegd met vele grafzerken, van rijke en van eenvoudige mensen. Behalve grafzerken in de vloer herbergt de Pieterskerk ook bijzondere grafmonumenten. Naast de oude monumenten is er nu in de ramen plaatsgemaakt voor nieuwe namen. Door dit project kan iedereen zijn of haar naam laten vereeuwigen in een glas-in-loodraam. Toen de heer Hein Dingjan 100 jaar werd, heeft zijn familie ervoor gezorgd dat zijn naam in een van de ramen van de Pieterskerk geschreven werd. Een bijzonder verjaardagscadeau waar de heer Dingjan bijzonder mee verguld was. Mijn vader is in 2005 op 11 augustus 100 jaar mogen worden. En we hebben daar een prachtig feest van mogen maken. Hij heeft er ook zelf heel veel van genoten. En we hebben hem als cadeau, mede door mijn schoonzus en mijn broer, een cadeau aangeboden dat zijn naam in de Pieterskerk hier vereeuwigd zal gaan worden. Omdat ik Sastris ben, folder ik heel veel bij het VVV en bij de bibliotheek. En een van de folders was het project Ramen met Namen van de Pieterskerk hier in Leiden. En mijn vader stond op het punt om 100 jaar te worden. Toen hebben we in familieberaad gezegd van dit lijkt ons een goed idee om dat over te nemen. Ja, en die namen van mijn schoonvader staan nu in dat raam. Wanneer we visite hebben of we gaan met bekenden en vrienden door de stad, dan willen ze toch wel heel graag dat raam eens zien waar zij uiteindelijk ook aan bijgedragen hebben. Frank E. Blokland heeft in Nederland naam gemaakt met het ontwerpen van letters. Hij is een veelgevraagd ontwerper en spreker en geeft les aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Vanwege zijn vakmanschap en specifieke kennis is hij door de Pieterskerk gevraagd het Ramen met Namen project vorm te geven. Wat ik gedaan heb is een systeem gebouwd waarbij ik in eerste instantie van een aantal letters een aantal varianten heb die heel licht verschillen in breedte, waarbij je dat nauwelijks ziet. Ten tweede heb ik een groot aantal ligaturen gemaakt. Een ligatuur is een lettercombinatie en dat laatste heb ik dus eigenlijk op dezelfde reden gebruik ik dus ook ligaturen om die lengte van de regels onder controle te houden. Daarnaast maak ik gebruik van superieure en inferieure letters. Er zijn letters die kleiner zijn en zowel verhoogd als verlaagd staan. Daardoor kan ik ook in deze richting ten opzichte van elkaar de letters verschuiven en ook ruimte winnen. En alles met het oog op altijd een gelijkmatige witverdeling. Zodat dus binnen ieder ruitje de witverdeling gelijkmatig is ten opzichte van andere ruitjes. Zodat je ook in zo'n heel paneel een zo gelijkmatig mogelijke verdeling krijgt van de letters en het omringende wit. Wat ik doe als naam bijvoorbeeld twee O's bevatten is de ene letter in de andere zetten. Ik doe dat niet alleen voor twee O's, maar ik doe het bijvoorbeeld ook bij de. Een O in een O, dat is misschien wat merkwaardig. Het is wel een truc die ook steenhouders in het verleden hebben toegepast. De samenwerking met de glazenier is natuurlijk van groot belang en dat gaat erg goed. Voor de uitvoering van het project is Stef Hagemeijer verantwoordelijk. Hij heeft inmiddels alle ramen van de Pieterskerk gerestaureerd. Het slotakkoord ervan is het project Ramen met Name. In de onderste rand van alle ramen is plaats ingeruimd voor het vermelden van de namen van
iedereen die aan het project meedoet. Een middeleeuws gebouw is erg complex in alle facetten. In elke keer heb je een andere maatvoering, een ander wiebertje, andere loodzetting. Dus dat betekent dus dat je elk raam eigenlijk als een unicaat moet zien. Het totaal glazenierswerk en ook ramen met name is voor mij toch een soort kroon op mijn werk. Het is een extract van zoveel jaren praktiserend met heel veel plezier werken aan een project waar je zeker van weet dat je samen met alle mensen zo'n mooi monument door de tijd loodst en dat je zegt oké, over 21.10 komen we wel eens terug. De familie Duindam is een van de enthousiaste deelnemers aan het project. Ton en Lisette zijn geen geboren Leidenaars, maar ze begonnen hier met hun studie, wonen er sindsdien en kregen kinderen in Leiden. Nick en Maaike, hun namen staan in de Pieterskerk. Op het moment dat Maaike net geboren was, hoorden we van het project Ramen met name. En we hebben daar graag van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook hun aanwezigheid in deze stad te vereeuwen. Ja, wat zo leuk is, je komt regelmatig met familie eventjes zo door de stad. Het maakt een wandeling gewoon even anders, want je gaat naar binnen en je laat even zomaar die namen zien op die ramen of met vrienden of zo. Ramen met namen is een bijzonder project. Iedereen kan meedoen. Door middel van het antwoordformulier op de site van de Pieterskerk kunt u zich aanmelden voor het project Ramen met Namen. U kunt zich ook per post of telefonisch aanmelden. Pieterskerk Leiden, Kloksteeg 16, 2311 SL Leiden. Telefoon 071 512 4319. Elko Brinkman heeft een bijzondere band met Leiden. Wij en onze familie, als voorbeeld als ik dat mag zeggen, hebben erover gesproken dat we het belangrijk zouden vinden niet alleen onze kinderen en onze eigen naam op die manier hier aan de eeuwigheid toe te vertrouwen, maar ook de namen van onze kleinkinderen. Op die manier bouw je als het ware mee samen met heel veel andere Leidenaren. En mensen die helemaal niet uit Leiden komen, die zeggen ja, maar ik wil inderdaad dat verhaal van deze kerk en het verhaal van het samenkomen van mensen ook meeschrijven. Het is belangrijk dat je dat kunt doen met een heel kleine stap. Je moet het willen en je moet er een klein beetje voor over hebben. Dan kan er nog heel lang niet alleen over u gesproken worden, dat mag ik belangrijk vinden. Maar veel belangrijker is dat al die honderden, al die duizenden mensen zo hier rondom in de kerkramen kunnen laten zien dat deze kerk het waard is om bewaard te blijven. De komende 100 jaar, maar de komende eeuwen. En ik hoop oprecht dat u, net zoals wij, er ontzettend veel plezier aan beleeft om hier te komen, hier te genieten, hier te bidden, hier te hopen, andere dingen te doen. En ik denk dat het een beetje helpt als u de naam van u, of uw geliefde, of uw kennis, of uw vrienden dan terug ziet. Ik hoop echt dat u er op die manier een bijdrage aan wilt leveren dat deze kerk in stand kan blijven.